Yo, Vaku Gamers, Lars hier en welkom bij een hele speciale aflevering van Build Battle hier op Vaku Games. En waarom is dit een hele speciale aflevering? Omdat ik iets heel erg tofs te vertellen heb. Knal vast eventjes die like op deze video, want morgen om 2 uur, dus woensdag om 2 uur, ga ik langs op het hoofdkantoor van Twitter Nederland. En dat is trouwens ook de reden waarom ik als onderwerp Twitter genomen heb voor deze keer. Ik ga langs op het hoofdkantoor van Twitter Nederland. Natuurlijk niet om alleen maar de koffie te testen, want ze zullen ongetwijfeld lekkere koffie hebben. Maar om een Q&A met jullie te gaan doen. Een hele speciale Q&A. Daar heb ik natuurlijk jullie vragen voor nodig. Mocht je een leuke vraag voor mij hebben die je kan beantwoorden op het hoofdkantoor van Twitter Nederland, knal hem dan eventjes op de tweets. Gooi hem naar @vakonoftoe. Met hashtag VraagVaco. Dat is heel erg belangrijk, want die hashtag die gaan wij gebruiken om al jullie vragen te verzamelen en te proberen om er zoveel mogelijk te beantwoorden. Dat gaat mijn doel worden, zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Het gaat trouwens ook mijn doel worden om een Twittervogeltje na te bouwen. Daar heb ik wel een plaatje voor, want anders kan ik dat niet. Even kijken, 1, 2 en dan 1, 2, 3. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal te vragen hebben. Jullie hebben de afgelopen tijd niet heel veel Q&A's van mij gekregen. Dus het leek me wel eens een keertje leuk om dat op die manier te gaan doen. Even kijken, dan moeten we hem 1, 2, zo. En dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dus mocht je iets willen weten over mij, wat mijn favoriete game is bijvoorbeeld. Of wat mijn leukste fanbijeenkomst ooit eens een keertje is geweest. Of wat het leukste is dat ik ooit eens een keertje van een kijker gekregen heb. Gooi gewoon via Twitter naar me toe. Ik ga kijken wat ik allemaal kan beantwoorden. Ik ga proberen er zoveel mogelijk te doen. Gaat het een beetje op een vogeltje lijken? Nee, waarschijnlijk niet. Waar zit ik überhaupt te bouwen? Dan hier. En dan 1, 2, 3. Dat wordt een beetje een geamputeerd vleugeltje. Maar vooruit. Kijk, dit is de achterkant van het Twitter-vogeltje. Lijkt het een beetje? Waarschijnlijk niet, want het is veel te klein. Twitter, jullie logo is te groot. Oh shit, ik ga maar mijn eigen creativiteit erop gooien. Let's go. Je mag hier niet te weinig ruimte hebben om te bouwen. Nou, dan doen we gewoon alleen maar de achterkant. De achterkant van het Twitter-vogeltje. Ik vind het goed. Dan moeten we hem hier naar beneden doen. Dit is lekker makkelijk, lekker schuin. Hopstikke vlot, zo'n hartstikke idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppakee, zo. Bam, bam, bam. Bam, hier gaat hij dan een stuk naar boven. Recht, en dan weer schuin. Zo. Nou, het is de achterkant van het Twittervogeltje. Wat past niet. Oh man. Gelukkig dat al jullie vragen wel in mijn Q&A gaan passen. Want ik weet niet hoeveel vragen jullie gaan sturen. Via Twitter met hashtag VraagVaco. Dat kan je trouwens nu al doen. Dus mocht je zoiets hebben van ik wil lekker vooraan staan in die rij met al die Twitter vragen. Knal hem dan vast nu naar mij toe. Dan kunnen we ze namelijk veel makkelijker verzamelen morgen. Het zou namelijk wat wezen als we morgen bij Twitter zijn. En mensen zoiets hebben van Vaco, jouw kijkers hebben geen één vraag ingestuurd. Wat doe je hier? Je bent alleen maar onze koffie aan het opzuipen. Dat zou een beetje leem zijn. Dus mochten jullie leuke vragen hebben, via @vakonof, hashtag VraagVaco erbij. Dat is heel belangrijk, anders klopt die niet. Naar me toe. Je mag me alles vragen wat je leuk vindt, behalve mijn pincode. Die krijg je niet. Die is namelijk 1621. Hopsakee, zo. Dat is trouwens niet waar, voor de mensen die dat nu gaan controleren. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal te vragen hebben. Normaal gesproken zijn jullie altijd wel goed in het bedenken van vragen. En dit is voor mij echt de ideale kans om gewoon lekker vragen te beantwoorden. Ik ga het ook doen via video. Onder andere, ik ga namelijk gebruik maken van een speciale feature. Daar kan ik er niet al te veel over vertellen, omdat ik niet weet of dat ik het überhaupt mag melden. Maar ik doe het gewoon. We gaan hele toffe dingen gebruiken om die Q&A in te zetten. En dat klinkt helemaal riddelies en heel erg vreemd. Maar als jullie die Q&A gaan volgen, dan zou je waarschijnlijk wel begrijpen wat ik bedoel. Het is namelijk heel tof. Ik moet er speciaal voor daarheen. Want zij moeten iets op mijn telefoon zetten. Dat kan niet van afstand, blijkbaar. Dat moet gewoon echt helemaal daar op het hoofdkantoor. Dus dat is mooi, daar kan ik meteen de koffie mee pikken. Misschien is er nog wel een paar lekkere donuts hebben liggen ook. Gaan we het redden binnen een minuut? Oh, dan moet ik nu heel snel doorbouwen. Kom op, ik wil in ieder geval de achterkant van het Twittervogeltje af hebben. Dat is mijn doel voor vandaag. Deze hele aflevering is Twitter gerelateerd. Hopsakee, hopsakee, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. En dat zou toch alleen maar zijn als ik de achterkant van het vogeltje niet af zou krijgen. Pam, 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 pam. Normaal gesproken is het een heel klein vogeltje. Weet iemand trouwens hoe het vogeltje heet van Twitter? Dat beest zal toch wel een naam hebben. Zoals Hans of Arie. Misschien dat ik dat hen wel kan vragen. Zo van, hey mensen van Twitter, hoe heet jullie vogeltje? Dat beest heeft ongetwijfeld een naam. 30 seconden. Oh, dat gaan we redden. Dit gaan we redden. Dit gaan we helemaal redden. Kom op, let op. Zo. Hopse, flotse, hartstikke idee. Nou. Achterkant van het Twittervogeltje. Is helemaal klaar voor jullie Q&A. Gebruik hashtag VraagVaco. Misschien dat ik er vanavond zelfs al een paar kan doen. Nee, dat is niet waar. Ik ga wachten tot morgen. Morgen, woensdag, 2 uur. Ondertussen gaan wij stemmen. Ik ben benieuwd wat die andere gasten er allemaal van gebakken hebben. Ik vind die van mij nu al het mooiste. Dat weet ik al. Ja,
Hij is in ieder geval het grootste. Wat hebben we hier? Een blauw ding met R2. Oh, we moeten hem retweeten. Aha. Oh, dat kan. It's a birch. Oké. Hij heeft zijn best gedaan. Dus oké. Kijk, dit is het Twitter-embleem. Deze heeft hem iets kleiner aangepakt. Wat wel positief is, want nou heeft hij tenminste afgekregen. Twittervogeltje. Hij heeft een naam. Ik weet echt het al niet hoe het beest heet. Ik noem hem Hans. Hans een Twittervogeltje. Wat is dit? Dit is iets. Als iemand weet wat dit met Twitter te maken heeft, gooi het in de reacties. Let me know. Kijk, dit is mijn Twittervogeltje. Oh my god. He flew away. Armvogeltje. Kijk, hij is gewoon naar rechts. Ik vind hem mooi. Ik heb mijn best erop gedaan. Eens even kijken. Kijk, dit is ook weer zo'n klein dingetje. En wat is dit? Oh, dit is het Twitter logo. Oké, goed, oké. Ik herken het. Als ik het herken, dan krijg ik het van mij een bonuspunt. Wat is dit? Dit is iets wat waarschijnlijk niet af is, maar er is een bordje. Wat staat er op het bordje? Fuck Twitter. Nee. Twitter is cool. Twitter is baas. Twitter is leuk. Jongen. Jungle Play. Kijk, deze heeft ook een Twitter-bordje gemaakt. Oh, maar deze vliegt. Oh, wauw. Dit is een 3D-vogeltje. Oké, goed. Nee, deze is goed. Deze is leuk. Oké. Deze heeft twee dingen gebouwd. Ik vind het op zich wel een prima winnaar. Ik kan hiermee leven. Die van mij had sowieso niet gewonnen natuurlijk. Want stel je voor dat hij... Oh, hi. Hi, homie dog. Hallo. Die van mij was te groot. Ik dacht te groot. Maar dat komt natuurlijk omdat ik die Q&A gewoon in mijn hoofd heb zitten. Nogmaals, ik ga het nog een keer herhalen voor de mensen die het niet meer interesseert. Klik vooral lekker weg. Morgen om 14:00 ben ik op het hoofdkantoor van Twitter Nederland om een Q&A met jullie te gaan houden. Hoe kan jij je vragen insturen? Vrij simpel, tweet naar @vakonhof. Dat is mijn Twitternaam, er staat een linkje in de beschrijving. Waarschijnlijk volgt een groot gedeelte van jullie me al. Tweet jouw vraag met #vraagvaco. Wij gaan al die vragen verzamelen, gooien we op een grote hoop. Ik ga vanaf het hoofdkantoor zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. Stuur zoveel leuke vragen in. Ik ben heel benieuwd wat voor vragen jullie allemaal hebben, wat jullie allemaal willen weten van mij. Ik ga op een heleboel antwoord geven. Knal je vraag via Twitter naar me toe. En ik hoop jullie te zien. Of eigenlijk te zien. Ik hoop jullie te horen. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop jullie tweetjes te zien. Morgen om 14:00 hier. Nee, daar. Niet hier op Vaco Gamers. Maar daar op het Twitter hoofdkantoor. Het is onduidelijk. Vaco Gamers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Tot morgen. Bij de Q&A. Hier op Twitter. Mazzel.